Ja, er is toch wel behoorlijk veel sneeuw gevallen voor Flevolandse begrippen. We hebben de afgelopen jaren eigenlijk ook niet meer zoveel sneeuw gezien. En we hebben toch op diverse plaatsen 20 centimeter gehad. En ja, dat zijn toch wel behoorlijke hoeveelheden. Ja, het is heel erg druk geweest. Eigenlijk zijn we vol continu bezig geweest om de gladheidbestrijdingen goed te regelen. We hebben daarbij 26 strooivoertuigen en sneeuwploegen ingezet in deze regio. En totaal is er ruim 750.000 kilo zout gestrooid. Code rood is het hoogste weeralarm dat het KNMI kon afgeven. Ga niet de weg op. En dat gold gisteren. Bij Rijkswaterstaat zijn zondag en maandag 12 incidenten geregistreerd waarbij een berger ter plaatse is gekomen. Dat betekent niet dat er niet minder auto's van de weg zijn gegleden, maar die mensen hebben zich op de een of andere manier zelf geholpen. Het is een mooi winterwonderland als we zo om ons heen kijken. Eigenlijk 2 weken te vroeg, hè, want over 2 weken is het kerst. Ja, je ziet het wel vaker dat het net ervoor is of er net na. En de vraag natuurlijk is, komt die witte kerst? Nou, de meeste weermodellen laten op dit moment gewoon groen zien. Ook groen is de code van het huidige weeralarm. Niks aan de hand dus. Toch waarschuwt Rijkswaterstaat opnieuw de automobilisten. Ja, het is zo dat vanavond opklaringen zullen komen en daarbij kan het onder nul komen. En dat betekent dat natte weggedeelten kunnen opvriezen. Dus het blijven gevaarlijke rijomstandigheden. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers dan ook om het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Snelheid te minderen daar waar nodig en voldoende afstand te houden van de tegenligger.